Goedemorgen. Ter voorbereiding van de samenkomst willen we graag een aantal liederen met u zingen. En we beginnen vandaag met lied 38. Loof de Heer voor alle rijkdom die Hij geeft. Halleluja. Loof Hem die zijn Zoon voor ons behoud gegeven heeft. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer, mensen al te saam, bezing zijn naam. Loof Hem die zijn Zoon voor ons behoud gegeven heeft. Halleluja. Prijs God voor alles wat Hij dagelijks geeft. Aan kracht, aan troost, aan levensmoed. Prijs Hem die onze hand gegrepen heeft en in ons leven wonderen doet. We zingen de drie coupletten achter elkaar. Thank you.
wat we samen zingen is lied 24. Waarvan de woorden zeggen: Jezus, bron van iedere zegen, in mijn hart breng ik u lof. Milde stromen, alle wegen, geven mij tot juichend stof. Leer mij hemelse akkoorden, als de engelenzang zo rein. Laat mij voor uw grote liefde heel mijn leven dankbaar zijn. Het zijn drie kloppen. Ik vind het heerlijk dat jullie er zijn en we gaan straks echt van jullie genieten. Het koor Equal. Ook welkom aan zij die later zullen luisteren. En ik geef u nu enkele aankondigingen. Sjaan van der Laak, ze belde me van de week op. En ze is heel erg dankbaar dat, ook al had zij op een bepaalde leeftijd, de doktoren nu serieus toch gaan kijken of ze voor haar de kwaliteit van het leven wat kunnen verbeteren. Dus ze gaat met medicijnen en misschien nog verder worden de dingen onderzocht. En dan hoopt ze ook heel graag hier op zondagmorgen weer bij ons te kunnen zijn. Straks na de dienst gaat het mannenkoor repeteren. Morgenavond is Woman Only. Dinsdagavond is Dien. Volgende week staat de dienst niet onder leiding van Henk Meerman, maar van Eduard Ruigendijk. Halleluja. De bloemen gaan mee met Jannie. Jannie. Een bemoediging. Zijn zoveel zorgen om haar heen dat we mogen de bloemen als een bemoediging aan haar meegeven. Ook voor Joop. En we bidden jullie allebei heel sterkte toe. En nu gaan wij in voor een goede dienst onder leiding van Eduard Ruigendijk. En het nog betere nieuws is dat de Heilige Geest vanmorgen de leiding heeft. Dus zijn woorden mag ik spreken. Ik was gisteravond bij een prachtig klassiek concert. En de tekst van het eerste lied wat daar gezongen werd, dacht ik, dat ga ik meenemen. Dat ga ik jullie als groet van God zelf voorlezen. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. Christus liefde heeft ons tot een eenheid gebracht. Laat ons juichen en blij zijn in hem. Laat ons, hem vrezend, oprecht beminnen de God die leeft. En van harte goed zijn met elkaar. Amen. We hebben al gezongen bij de voorzang. We gaan nog veel meer zingen. Jullie gaan zingen. Ik zie er enorm naar uit. We beginnen met lied 49. De tekst komt achter mij op de muur. En voor de muzikanten heb ik goed nieuws. Ik heb een tweede scherm klaarstaan op kantoor van de collega's van de Goodwill Amsterdam gekregen. En dat gaan we gaat Job binnenkort voor jullie monteren. Dus dat komt eraan. Maar goed, vandaag zingen we dus in deze dienst als eerste lied 49. Maestro.
lekker zitten. En dat zeg ik ook tegen de pianist. Die gaat ons begeleiden bij lied 51. Dat wil ik graag met jullie zingen in de sfeer van gebed. We zingen twee coupletten en dan is er vrijheid voor één of meerdere van jullie om ons te leiden in een gebed. Wij zijn hier nu bij elkaar in Jezus' naam en wij aanbidden Hem. Wij zijn hier bij elkaar in Jezus' naam en wij aanbidden Hem. Jezus, onze Heer. En onze volle aandacht is op Hem gericht en wij aanbidden Hem. We zingen de eerste twee coupletten. Zullen we ook het derde couplet zingen? Wij verlaten ons op Hem die voor ons pleit en wij aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Ook voor de kinderen die niet morgen in de samenkomst zullen zijn.
wilt u uw hand over hem uitstrekken. Wilt u met ons zijn deze ochtend. De kracht in Jezus' naam. Amen. Dank u wel, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn in uw naam. Dank u wel dat u de bindende factor bent. Dat u in onze kerk, op de plek waar we wonen, de plek waar we werken binnen het leven van Geils, dat u daar altijd aanwezig bent. En dat we daardoor mogen ervaren dat we veilig zijn in uw armen. Zegen ons deze morgen in Jezus' naam. Amen. Dan zullen we die Jezus, de grootheid van zijn naam, bezingen. En als het kan, mag het er voor mij staande doen. Deze toch gebruiken. We hebben hier geen geld, maar wel spullen. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, voordat we naar jullie gaan luisteren. Wat betekent equal? En hoe komt het nou dat jullie met elkaar dit koor gevormd hebben? Wat willen jullie daarmee bereiken, vertellen aan ons? Wie zou dat uit willen leggen? Nee, Corianne die geeft alleen maar leiding. Maar Christine, we gaan naar je luisteren. Ja, voor mij die koor, ik wil begin toen ik werk. En ik kom tegen een zuster, Corianne. En ze uitnodigt mij om te komen zingen. Ja, voor mij is iets dat ik ben bezig, of net zoals een vasthouder. Ik heb iets in mijn leven. Die stroom op de Heilige Geest uit. En daar richt ik op. Ik zeg, één keer per week heb ik een dag die ik kan vullen. Naast mijn werk. Mooi. Dank je wel. En als ik je goed begrijp, dan door het zingen geef je ook ruimte aan de Heilige Geest om zijn liefde door te geven. Om die stroom die je zegt, om dat door te geven door de muziek. Mooi. Een equal. Waar staat dat voor? Gelijkwaardig. Oké, tof. Nou, dit past volgens mij helemaal binnen het Leger des Heils. Dus we gaan heel graag naar jullie luisteren. Neem je plaats in en wij gaan genieten.
komen straks weer terug. Ja, je mag blijven staan, maar het gaat lang duren hoor. Ik preek meestal 3 kwartier, dus... Heerlijk zo. En dat over de overkant, dat was een beetje gekscherend. Het is juist zo mooi dat in het leger geen overkant en deze kant is. One army, together we are one, samen zijn we één. En dat doen we dan op verschillende locaties binnen het leger. Alleen ja, zo in het gesprek van alle dag zeggen we dat dan wel eens, de overkant. Het goede is dat er nog een collega van de overkant is. En die werkt samen met een van onze helsoldaten. Daar gaat Martie straks iets over vertellen. Ze ziet op allerlei terreinen zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Over samenwerken, dat gaan we ook weer doen met lied 409. Alles wat me eens zo belangrijk scheen en wat wordt begeerd door menigeen, wat ik zag als winst, miste gauw zijn gloed toen ik dit ging zien als hoogste goed. U te kennen, Jezus, een machtig feit. U mijn al, u mijn lied, u mijn rust, u mijn zekerheid. Ik heb u lief. We zingen het lied in één ruk door. Maestro, ga je gang. Bijbellezing verzorgen. Ik mag van Eduard Psalm 16 een gedeelte daaruit lezen. Een prachtig lied van David. Bescherm mij, God, want ik vertrouw op u. Heer, ik heb tegen u gezegd, u bent mijn Heer. Niemand is zo belangrijk voor mij als u. Ik ben blij met de mensen die u aanbidden in dit land. Met de mensen die leven zoals u het wil. Maar mensen die andere goden aanbidden, overkomt veel ellende. Ik wil die afgoden geen offers brengen. Ik wil hun namen zelfs niet noemen. Heer, u bent alles voor me. U leidt mijn hele leven.
U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor me geweest. Ik prijs u, Heer, want u geeft mij raad. Zelfs 's nachts denk ik aan u. Ik wil altijd dicht bij u zijn. Met u naast mij kan mij niets gebeuren. Daarom ben ik heel erg blij met u. Bij u ben ik helemaal veilig. Want u zal mij niet in het dodenrijk achterlaten. U zal mij, uw heilige, niet laten vergaan in de grond. U wijst me de weg naar het leven. Het is heerlijk om dicht bij u te zijn. U bent voor altijd een goede God. Dankjewel, Corianne. Je ziet, Ruud zit al op zijn plaats. Ik heb mijn portemonnee. 3 keer raden. We gaan collecteren. Ja, eenvoudiger kan ik het niet maken. Gebed uitspreken. Lieve God, dank u wel dat we hebben kunnen delen uit onze overvloed. Wilt u ons nu helpen om onze gaven om te zetten in daden. Daden in uw koninkrijk. Tot verspreiding van uw goede nieuws. En verheerlijking van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Gaan we nog zo'n heerlijk lied zingen. Dan mag je bij klappen, je mag erbij gaan staan. Kijk maar wat er gebeurt als je de muziek hoort en de woorden met ons gaat zingen. Lied 301. En na dit lied is er ruimte voor getuigenissen. Zijn we zo gewend in de dienst van het Leger des Heils. Als je iets op je hart hebt, ik weet dat Petra graag iets met ons wil delen. Marty wilde het gaan doen. Maar daarna is er nog alle tijd. Het is pas 11:30. Dus we hebben tijd in overvloed. Als je iets wilt delen, kom gerust naar voren en vertel het ons. Maar eerst gaan we zingen. Ik bouw op de belofte van mijn God en Heer. Door de tijden heen bezing ik zijn lof en eer. Glorie in de hoge juich ik telkens weer. Ik bouw op de belofte van mijn God. Halleluja. Bouw op de belofte van mijn Heer en Heiland. We zingen de 3 coupletten achter elkaar.
geen vraaggesprekje met de kids. Maar de jeugdwerkers zijn zo enthousiast. Die hebben ze al meegenomen. Dus we gaan meteen door met het luisteren naar Petra. Mag ik je uitnodigen? Tijdens een film gisteravond die ik bekeek, hoorde ik zeggen, als God een deur sluit, opent hij een window. Heel toepasselijk. En bij mij viel het kwartje. Ik moet mijn getuigenis geven. Tijdens mijn zoeken naar de zin van en in mijn leven kwam ik na een lange tijd terug bij de basis waar ik de liefde van de Heer in mijn hart kreeg en voor het leger des hels. Ik voelde het als thuiskomen en ik besloot de draad weer op te pakken door weer heilsoldaat te worden. Ik sprak een tijdje geleden hierover met Eduard, de missionair werker van Korps Dordrecht, die u net ook heeft gehoord. En zo is alles in gang gezet. Vorige week werkte ik mee aan het leger des helskwartiertje in Zeist. We zouden een aantal liederen zingen. En even daarvoor werd aan mij gevraagd, Petra, mag ik jou interviewen? Waarop ik natuurlijk zonder na te denken ja zei. Toen ik nadacht, wat ga ik nou zeggen? Werd er aan mij gevraagd waarom ik naar Zeist was gekomen. Wat daarvoor de reden was. En ik vertelde dat de enorme blijdschap die vanuit dat korp tijdens de stream op mij overkwam, daarvoor de reden was. Dat ik daar een keer aan mee wilde werken en zingen voor dat leger des heils kwartiertje. Toen ik keek op het lied dat we zo zouden zingen, las ik het volgende dat zo toepasselijk was op mijn leven. Ik las, voor de liefde die me aan u bleef binden met een band die alles kan doorstaan, waar uw kracht die ik steeds mag ondervinden, bied ik u opnieuw mijn leven aan. Ik wil nog eens mijn woord van trouw herhalen, doelbewust en met het vaste plan, slechts uw wil te doen en niet te falen, in het geloof dat nimmer falen kan. Mooi, dankjewel Petra, voor je persoonlijke woorden. Zo zie je maar, het is nooit te laat om te keren, om terug te komen bij de Heer. En dat het dan in het leger is, daar zijn wij gezegend mee. Maar het belangrijkste is dat je bij de Heer altijd weer kan terugkomen, opnieuw kan beginnen. Marty, je wilde ook iets delen met ons. Zoals de meesten van jullie wel weten, mag ik meewerken als vrijwilliger aan de overkant bij de Alpha cursus. Dus ja, toen mij dat gevraagd werd van, goh, wil je als vrijwilliger meewerken, had ik eigenlijk geen beeld van wat er eigenlijk te verwachten was. Hier aan de overkant is toch heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. De Alpha cursus, voor degenen die dat niet weten, is eigenlijk een cursus om mensen die nog niet bekend zijn met christelijk geloof, wat te vertellen wat het inhoudt, heel kort gezegd. En in de regel is dat bij mensen waar alles al zo'n beetje op de rit is, huisje, boompje, beestje, om zo maar te zeggen. Maar hier zijn het bij mensen die nog helemaal niet op de rit zijn. En dat wil niet zeggen dat wij helemaal geen strijd hebben, maar hier praat ik toch over strijd op een ander niveau. En dan is het toch heerlijk om daar te mogen vertellen van wie de Heer Jezus is en dat Hij van ons houdt. En zo werd er tijdens een van die donderdagavonden, als er die Alpha cursus daar plaatsvinden, ook verteld over die gelijkenis van de zaaier. Het zaad wat op de rots viel en niks meer mee gebeurde. Het zaad wat tussen het onkruid viel en verstikt werd. Het zaad wat op de vruchtbare grond viel en opgroeide en vrucht ging dragen. En toen zei een van die deelnemers van, ik voel me af en toe net dat onkruid. Toen kwam het voor mij heel dichtbij. Want ik heb ook een periode in mijn leven gekend dat ik me voelde als dat onkruid. Dat ik er niet bij hoorde. Dat had mij toen de tijd ook in de verslaving gedreven. Maar God zij dank, ik heb de Heer leren kennen. Ik heb mensen zijn op mijn pad gekomen die van de Heer Jezus verteld hebben. En dat heeft een totale omdraai in mijn leven gebracht. Ik wil een stukje lezen.
Het Marcus, hoofdstuk 25, vanaf vers 35. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en ben bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en u gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En dan dank ik God dat hij mij gebruikt om te mogen getuigen tegen deze mensen, dat God ook van hun houdt. Dat niemand onkruid is. Niemand is een vergissing. God maakt geen vergissingen. Dank u wel. Nee. Dank je wel, Martin. Ik dacht, ik hoef eigenlijk geen preek meer te houden. Hier zit alles in. Mooi, dank je wel. Ik ga het toch doen hoor, maar erg mooi om te horen. Is er nog iemand die iets wil vertellen, iets wil delen met ons? Je mag wel delen van de overkant. Zeker. Trouwens, in Zeeuws-Vlaanderen, als we het dan over de eilanden boven hebben, dan hebben zij het over de overkant. Hoorden we laatst in Goes. Weet je, dat, zo gaat het. Ja, goedemorgen. Ik denk niet dat iedereen mij kent. Ik ben Bart de Ruiter en ik ben persoonlijk begeleider aan de overkant. We doen dit met elkaar, maar ik werk aan het Kromhout. En ik wil even kort wat vertellen over iets wat God afgelopen week heeft gedaan, wat ook echt een indruk heeft gemaakt. Het was maandagochtend, dus afgelopen maandag. En ik kwam bij ons de vormingen binnen de huiskamer. Een van mijn deelnemers die zit daar en die begon al, er kon geen goedemorgen vanaf. Die was eigenlijk helemaal in de negatieve lading, negatieve emotie. En hij begon, ik ga niet herhalen wat hij allemaal zei. In ieder geval, hij begon God echt verschrikkelijk te vervloeken. Dus ik ging daarnaast zitten en het was alleen maar zenden. Ik kon er ook niet tussen komen, dus ik zat daarnaast. En een paar keer herhaald, alles is voor Satan, alles is voor Satan. En ik dacht, wat kan ik meer dan Jezus autoriteit aanroepen en hem aanroepen om dit te doorbreken. Want ik kan daar niks mee en het was gewoon verschrikkelijk. Ik had een mooie zondag gehad en dan kom je maandagochtend op je werk. Het eerste wat je hoort is één vloekpartij over God en alles voor Satan. Ik denk, God, doe wat, doorbreek dit. Dit kan ik niet. Dus, dat is ook wel, ook daar, we rapporteren dingen, ook wel in de rapportage erbij gezet van dit en dit. En het gedurende de dag heeft hij ook nog wel, gelukkig is het niet fysiek geworden, maar liep hij met een koevoet over de gang en echt helemaal in, Satan was echt, regeerde over deze man op dat moment. En zo ervaren wij dat ook, we hebben het er ook met collega's over gehad van jongens, dit is niet die man. Ik kan wel tegen die man zeggen, je mag God niet vervloeken, maar dit is een duistere macht in hem. En het enige wat ze kunnen doen is bidden. En op dinsdagochtend hebben wij altijd om 9 uur met een groepje collega's hebben wij een gebedsmoment voor de afdeling. En ook die man weer echt bij God stroom gebracht van God doorbreek dit, u kunt dit. Dat gedaan, ook weer uit elkaar gegaan en eigenlijk mijn eerste werk zal even kijken wat is er gebeurd met mijn deelnemers de afgelopen nacht. Dat als persoonlijk begeleider hou ik erbij en ik lees dat hij zijn kamer op is gaan ruimen. Hij heeft mensen aangesproken, zijn verontschuldiging aangeboden. En die dag zelf, hij komt naar mij toe. Hij zei, joh, ik voel me goed, joh. Kom je even naar mijn kamer kijken. Zeg, man. En je moet je voorstellen, zijn kamer, kruisen op zijn kop, allerlei satanstekens. Hij zei, ik heb de vloer al geboend en het plafond heb ik schoongemaakt. En hij was naar de Action gegaan, had een woonaccessoires gekocht. Hij zei, ik ga een verf kopen en ik ga die kruisen moeten van de muur. En ik denk, heer, nog voordat wij aan het bidden waren, die dinsdagochtend, was God al bezig. Want dan, ik las terug dat hij die dag zelf was hij al gaan veranderen. Toen dacht ik, halleluja, wat is God machtig. Satan verslagen en hij als een blad aan de boom. En het was echt een getuigenis naar God. Van jongens, dit hadden wij zelf nooit gekund. En als je ziet, het zal het vallen opstaan gaan. Maar als je, het was echt een geweldige ervaring. Met die man zo in alle rust. Hij liet zich daar zien. Hij was aan het vertellen van, joh, hey.
Hij voelde zich heerlijk, hij zag er ontspannen uit. En ik kon alleen maar zeggen, halleluja, dat wil ik graag met jullie delen. God doet wonderen, hij is machtig, machtiger dan de duister. Prachtig. Denk je dat je dat op moet gaan lossen? En de truc, als ik het zo mag zeggen, is bij de Heer brengen. En moet je zien wat er gebeurt. Fantastisch. We gaan heel graag naar het muzikale getuigenis van Ico luisteren. Jullie hebben nog 2 nummers voor ons. Ben benieuwd. Kom maar. Neem me bij de hand. Als ik val, o Heer, zult u me dragen. U tilt me op en breng me weer aan land. Thank you.
raise me up. U tilt mij op hoger dan ik ooit had kunnen bedenken. En dan kom je op plaatsen waarvan je niet wist dat ze bestonden. En God heeft ze voor ons voorbereid. Ik heb een abonnement. Wie van jullie ook? Maar mijn abonnement hebben jullie denk ik niet. Ik heb namelijk een abonnement bij de kaakchirurg. Nee, hè, dat hoor je niet zo vaak. Maar ik mag daar op geregelde basis terugkomen. Nou, die Donald Duck was leuker, maar goed. Die kaakchirurg, die heeft zijn kliniek in Zwijndrecht. En het was altijd een hele reizige, grijze heer. Echt zo'n geneesheer. Vroeger in het ziekenhuis had je ze ook. Keurig of met een strikje of een das. En dacht je, nou komt het goed. Nou, dat had ik met deze kaakchirurg dus ook. En het is niet echt mijn hobby, maar als ik daar naar kwam, denk ik, oh, gelukkig, hij is er, nu komt het goed. Tot afgelopen juni. Ja, dokter is met pensioen. Ja, dat snap ik, die man was al dik in de 80, geloof ik. En er was nu een nieuwe kaakchirurg. En toen moest ik toch even slikken, dat oude gevoel, want vroeger was ik zo bang voor de tandarts dat ik 6-7 keer alles verzette. Nou, dat is gelukkig achter me. Maar nu moest ik toch even slikken. En ik heb deze nieuwe dokter, die gaat dus nu verbouwen. Maar ik ken die man helemaal niet. En ik denk, ja, als ik nu wegga, dan kan ik ook niet op reis. Het was 2 dagen voordat ik naar Madeira zou gaan. Met zo'n bonkende giechel, zeg maar. Ik denk, dat wordt hem ook niet. Dus toen bedacht ik me, ik moet deze dokter net zo vertrouwen als die vorige. En toen ik me dat beseft had, ja, toen werd ik een soort van rustig. Ik dacht, nou, kom maar op. Door dat vertrouwen kwam een gevoel van veiligheid. En dat die man dan een scheur in mijn kaak veroorzaakte, nou ja. Dat is dan een bijkomstigheid. Maar uiteindelijk is het wel allemaal goed afgelopen. Corianne heeft met ons Psalm 116 gelezen. Een prachtig lied van David. Iedereen kent David, die herdersjongen, de jongste zoon van de familie, die op een gegeven moment door de profeet geroepen werd en gezalfd, jij wordt de nieuwe koning. En die David die heeft allerlei prachtige psalmen, liederen gemaakt, gedichten, op muziek gezet. En David wordt ook wel een man naar Gods hart genoemd. Dat is wel een eretitel, denk ik dan. En het mooie is dat de Bijbel ook vertelt over de fouten die David gemaakt heeft. En dat David er zelf ook heel eerlijk in was. En wanneer die psalm precies geschreven is, toen hij nog herder was of koning of tussendoor, toen hij met zijn leger vocht tegen het leger van Saul, dat is niet bekend. Maar wat wel heel mooi is in die psalm, gaat het over veiligheid, over bescherming, over vertrouwen. En David begint met het statement, u bent mijn Heer. Niemand is zo belangrijk voor me als u. En wat ik ook mooi vind, dat David zegt, ik ben ook zo blij met de mensen die u aanbidden. De mensen in dit land die u kennen, die van u houden. Nou, dit heb ik ook wel. Ik ben eigenlijk enorm blij met jullie allemaal. Als broers en zussen in de Heer, dat we samen God mogen aanbidden en mogen dienen. En wat is het geweldig op momenten dat het tegen zit in je leven. Dat je dan mensen om je heen hebt. Of dat mensen je de weg wijzen naar christenen die kunnen helpen. En het is natuurlijk de formele zorg zoals die door WNG aangeboden wordt. De opvang, de huisvestingen, een nieuwe start maken met elkaar. Maar het is ook de informele zorg die wij aan elkaar kunnen geven. Aandacht hebben voor elkaar, luisteren vooral, naar elkaar omzien en echt als broers en zussen door het leven gaan. Blij met hen die u dienen.
Daar laat David het niet bij. Hij zegt ook iets over afgoden. David had zelf afgoden in zijn leven. Die heeft hij achter zich gelaten. Denk maar even bij jezelf. Nou, wat zou mijn afgod kunnen zijn? Dan heb ik het niet over zo'n beeldje met een kaarsje waar je voor op de knietje staat. Maar afgoden, dat kan ja, veel dichterbij zijn. Je kan het bijvoorbeeld heel belangrijk vinden dat de buren zeggen, oh, die man heeft een mooie auto. De heilige koe, het wordt niet voor niets zo genoemd. Je kan het heel belangrijk vinden dat je in je werk bepaalde status hebt. Nou, in mijn werk, als ik me op mijn status ga beroepen, dan wordt het meteen afgestraft. Dan krijg ik wel van iemand te horen, doe jij eens gewoon. Je bent ook gewoon soldaat. We houden niet van kapsones in het leger, toch? Daar moeten we niks van hebben. Je kan ook ja, heel veel geld willen verdienen. Je kan zelfs, ja, om dat maar te bereiken, mee willen doen met loterijen of met andere zaken waar je geld mee kan verdienen. Ach, het is maar een loodje. Stel dat dan voor. Maar wat zit daarachter? Waarom wil je daaraan meedoen? Dat kan zomaar heel belangrijk zijn. Je kan er last van hebben dat je graag gezien wil worden. Iets doen voor een ander is fijn, maar als we dat dan ook nog opmerken en het liefst hardop zeggen, dat maakt het extra leuk. Zomaar alledaagse afgoden die je leven kunnen beheersen. En als dat je leven beheerst, je hart en je hoofd, ja, dan kun je daar zo vol van raken dat er geen ruimte meer is voor de Heilige Geest. Geen ruimte meer voor God. En in de moeilijke periode van het leven van David heeft hij steeds vastgehouden aan die zin, bij God ben ik helemaal veilig. Ook als het tegen zit. En dan kun je het soms helemaal niet zien of niet ervaren. Of denken van waar bent u God? Maar het begint bij die zin. U bent mijn Heer. Niemand is zo belangrijk voor mij als u. Dat is een statement dat zegt God is overal. En waar God is, is veiligheid. Klinkt wel gemakkelijk, hè? En als je nou het echte leven bekijkt, en dan kan het zo ontzettend anders gaan. Ja, wel zo opgevoed, meegekregen, wel eens van gehoord. Maar weet je, we hadden een reorganisatie op het werk. En ik moest eruit. Ik had een leuke relatie. Maar mijn vrouw kwam iemand anders tegen, als voorbeeld. En die zei, toedeloe. Ga jij maar op jezelf wonen. En waar dat dan is, Joost mag het weten. Zo zijn er allerlei dingen die kunnen maken dat het ja, heel lastig is om dat vast te blijven houden. God is erbij. En God is de belangrijkste. En dan heb je ook gebeurtenissen die je overkomen. Zo'n reorganisatie, dat gebeurt. Daar heb je meestal als medewerker weinig invloed op. Maar er kunnen ook dingen mislopen doordat je zelf onhandige keuzes maakt. Doordat je zelf besluit een bepaalde kant op te gaan, waardoor je in problemen komt. En het kan dan een heel vervelend schuldgevoel geven. Ja, want we kennen onszelf en we kennen elkaar. Er is altijd wel iemand die zegt van, ja joh, ben je dat nou niet een beetje je eigen schuld? Was dat niet een beetje dom dat je het zo hebt aangepakt? Ja, dat je nu in de zorgen zit. Ja, wie de schuld is dat nou? En zo kun je jezelf en elkaar zo'n schuldgevoel geven, waardoor je echt een beetje moeilijk door het leven gaat, zwaar in het leven gaat staan. En als dat dan doorwerkt en er komt schaamte bij kijken, dan kan het leven wel heel ingewikkeld worden. En dan nog, denk weer even aan David. David had op een gegeven moment zijn buurvrouw in bad gezien op het balkon beneden. En die dacht, die moet ik hebben.
Die buurvrouw was getrouwd met een van zijn generaals. David had het zo ingericht dat generaal Uriah vooraan stond. En hij wist bijna zeker dat hij zou sneuvelen. En zo ging het ook. Dat is nog eens in de sores komen, als je dat op je geweten hebt. En toen David daarmee geconfronteerd werd, kon hij nog steeds zeggen: Heer, u bent de belangrijkste in mijn leven. David ging op zijn knieën. En hij zei: Heer, ik heb fouten gemaakt. En het spijt me, ik heb gezondigd tegen u, tegen de mensen. En dat kom ik eerlijk bij u vertellen. Dat kom ik eerlijk bij u brengen. En toen zei God: Dank je wel, mijn kind. Je mag nu weer verder met mij. Dat is het goede nieuws wat ik uit deze psalm ook haal. Juist op die momenten dat het heel moeilijk en ingewikkeld is, dat het leven, ja, ze zeggen wel, het leven geeft je citroenen. En wat doe je dan? Dan maak je er limonade van. Je maakt er toch iets goeds van. Als het zo tegen zit, dan is het ook iets wat je kunt aanleren. Dan nog hardop zeggen: maar bij God ben ik veilig. En dan je hart en je hoofd gaan vullen met goede dingen. Dus de dingen uit het verleden, wat het dan ook is. De dingen uit het heden waarmee je heel druk in je hoofd bent. En om dat nou eens aan de kant te zetten. En tijd te nemen voor God. Nou, dat doen we op zondagmorgen. Dat doen we door de week in ontmoetingen. We doen het door middel van onze muziek. Er zijn ook gesprekken over wat wil de componist daarmee zeggen. Wat willen we uitdragen. Jullie doen het op het koor, in het pastoraat met bezoeken. Dan ontmoet je de Heere God in de ontmoeting met je medemensen. Dan gaat die duisternis wat in je hoofd, in je hart kan zijn, die verdwijnt. Bart gaf daar een prachtig voorbeeld van. Dan gaat het licht van God schijnen. En het hele mooie is, waar het licht van Jezus brandt, daar is geen plaats voor duisternis. Andersom werkt wel, dat hebben we gehoord. Als het donker is, dan is er alle ruimte om het licht aan te steken en te vullen. Maar waar het licht van Jezus brandt, en je houdt het ook brandende door het contact met hem, dan is daar geen plaats meer voor die duisternis. En dan kan je samen met David zeggen: U wijst me de weg naar het leven. Het is heerlijk om dicht bij u te zijn. U bent voor altijd een goede God. Amen. En onze eeuwige God, die heeft in zijn wijsheid besloten om zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden. Om onder ons te leven. God wil de mens zijn. En daardoor begrijpt God precies hoe wij in elkaar zitten en wat moeilijke omstandigheden met ons doen. Met ons hart, met ons hoofd. En daardoor begrijpt hij het zo goed. En kun je ook alles bij hem neerleggen. Kun je ook je zorgen en je ellende vertellen. En daardoor weet God ook precies hoeveel licht hij in jouw hart moet geven. Zodat je weer op kan bloeien. Zullen we de eeuwige lof toezingen met lied 410. Breng dank aan de eeuwige. Breng dank aan de heilige. Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Want nu zegt de zwakke, en daar mag je je eigen naam bij bedenken. Ik ben sterk, zegt de arme, ik ben rijk, om wat de Heer heeft gedaan voor ons. Breng dank. We zingen met elkaar. Thank you.
Vooraan is een tafel, dat noemen wij de plaats van gebed. Als je heel persoonlijk je dank bij de Heer wil brengen, dan mag je vooraan neerknielen. En als je dat wil, zal iemand van ons met je bidden. We gaan lied 413 zingen. God heeft zijn hand op ons leven geleid en ons in zijn rijk ingeleid. Daar vinden we wat hij heeft toegezegd: vrede, trots, lijden en strijd. Vrede, trots, lijden en strijd. Ik legde de klemtoon verkeerd. Als we het eerste compleet gezongen hebben, is er ruimte voor dankgebed, voor gebed voor de wereld, voor de komende week. Bid wat de Geest u laat bidden. En zoals gezegd, er is ruimte voor persoonlijk gebed vooraan. Voor het werk wat gedaan wordt aan de overkant. Ik wil u bidden voor de medewerkers. Ik wil u bidden voor de mensen die daar hun toevlucht zoeken. Heer, ik dank u dat wij vanmorgen iets hebben mee mogen maken, mee hebben gekregen. En dan weten we, Heer, dat alles wat daar gedaan wordt, door u wordt geleid. Heer, ik dank u voor het koor wat hier vanmorgen zijn medewerking heeft gegeven. We hebben ervan genoten, maar we zijn er ook mee gezegend. En ik bid u voor een ieder, de medewerkers, de zangers. Wilt u ze zegenen en wilt u ook het laten zijn dat door hun lied ze zelf verrijkt worden, maar een zegen uitdragen aan diegenen die het horen. Heer, wat is het goed om te weten dat u met ons meegaat en dat u alles in de hand heeft, wat het dan ook is, en dat u ons sterkt door uw kracht, door uw liefde. Ga zo met een ieder mee, in Jezus' naam. Amen. Dan zegt het vierde couplet: zoek mensen, zoek naar dat goddelijk rijk. Door Jezus Christus de Heer ligt dit geschenk binnen ieders bereik.
Zoek, vind en zing keer op keer. Heer, ik ben u dankbaar dat ik doorgena uw kind mag zijn. Om door monden van Corianne straks met mij een afspraak te maken voor een volgende keer. Want ik vind het tof dat jullie er waren. Heel fijn dat jullie meegewerkt hebben. En het is goed om zo samen met elkaar de Heer te loven. Dus we gaan er een volgende afspraak over maken. En wat het mooie is, dat zegt lied 439. God is met ons. Tot we elkaar weer zien. Hij de Heer de lege scharen. Hij zal uw gang bewaren. God zij met u tot ons wederzien. Zingen de eerste drie coupletten. Dan mag ik u de zegen van de Heer meegeven. En dan sluiten we af met het laatste couplet. Even bij de kinderen om te vragen hoe jullie het gehad hebben achter. Maar ik ga jullie en alle aanwezigen de zegen van onze Heer geven. En God zegt, ik omhels jou met mijn zegenende armen. En op jou leg ik mijn naam. Ik zal jou beschermen op de weg die jouw voeten mogen gaan. Mijn vriendelijke ogen blijven steeds op jou gericht. Ik geef je mijn genade en vrede, zodat jij mag stralen in mijn schitterende licht. Amen. Zing het laatste couplet.